Mrs. Gita Raze, chargée d'affaires auprès de l'ambassade de la Lettonie à Bruxelles. Monseigneur Juan Pablo Hernandez, secrétaire de la Nonciature apostolique auprès de l'Union européenne. Monseigneur Cosens, secrétaire sur la Bischofenkonferentie. Eerwaardige heer Castro, deken van de kathedraal. En beste vrienden van het Gregoriaans. Je vous souhaite la bienvenue dans ce cadre superbe que constitue la cathédrale de Saint-Michel et Gudule. C'est dans cet édifice majestueux que se tient une préouverture du Festival international de chant grégorien de Watteau 2018. In naam van het volledige festivalteam dank ik jullie voor uw aanwezigheid en wens ik jullie een sublieme muzikale avond. We starten met Estland. Het Pua Mikaeli Poistkoor, of knapenkoor. Het koor wordt geleid door drie vrouwelijke dirigenten. Kadri Hoed als eerste dirigent, Karin Weissman als assistent dirigent en Jana Perens als stemcoach en eveneens assistent dirigent. De dirigente, Kadri Hoend, is ook componiste en soliste bij Vox Clamantis. Thank you.
Opera Cantorum Riga. Cet ensemble de 7 hommes est dirigé par Gunthars Brahms. Il est directeur musical de la cathédrale de Riga. Il a étudié la musique du Moyen-Âge en Lettonie, en Allemagne et en Autriche. Il dirige également l'ensemble vocal Laudate. Cet ensemble vocal masculin est fondé en 1992 et se consacre à l'interprétation authentique de la musique ancienne, principalement le grégorien, l'ambrosien et le blade chant du Moyen-Âge.
Als vierde en laatste koor sluit Hongarije de rangen vanavond. Jubilate en cantate. Dirigent is Ferenc Samson uit Budapest. Jubilate is een meisjeskoor dat een afdeling is van de meest bekende koorscholen in Centraal- en Oost-Europa. Kodai, Zoltan, Magyar, Korusi, Skola. Het koor werd op talrijke festivals in Italië, Oostenrijk en andere landen met eerste prijzen en bijzondere vermeldingen bekroond. Onder andere in Rome in 2016 op het festival Musica Eterna Roma. Cantate is een gemengd ensemble dat gevormd werd door voormalige zangeressen van Jubilate en studenten aan diverse hogescholen in Budapest. Cantate en Jubilate verzorgen vaak een gezamenlijke programmatie. Met hun indrukwekkende bezetting werden zij ook op talrijke festivals in Italië, Oostenrijk en andere landen bekroond met bijzondere vermeldingen. Het ensemble opereert in lijn met de Hongaarse koortraditie, in de geest van de grote muziekpedagoog en belangrijke componist Zoltán Kodály. Hun repertoire gaat van Gregoriaans tot hedendaagse muziek. Oh,
Monsieur l'ambassadeur, van nous adresser une petite parole à l'occasion du festival et de la venue des amis de Hongrie. Merci beaucoup, thank you very much. Good evening, ladies and gentlemen. Jó estét kívánok minden kedves vendégünknek. As I was introduced, I'm the Hungarian ambassador in Belgium, and it is really a great honor and privilege for me to be here tonight, hosting this reception for so many musicians, music lovers, Hungarians, and including Hungarian music lovers and musicians. Thanks to the organizers, thanks to the army of volunteers who helped transport the musicians, accommodate them, feed them, etc., etc. So a big thanks to the organizers. And I just want to mention two names, the president of the festival, Bernard Heger, and his collaborator, Jacques Zegers. But I really don't want to insult anyone. So this is really a collective appreciation to all of you who made this happen. Joining us, thank you for coming, and most of all, thank all the musicians for singing to us. Thank you very much. Thank you, Mr. Ambassador. I have the impression you are not only the ambassador of Hungary, but you are also the ambassador of the Gregorian heart and the Gregorian feeling. Thank you very much.